En was dit het verpleegstersflat? Ja, ja, dat was hem. En die bestaat niet meer? Nee, er staat helemaal nieuwbouw nu. Maar dat combinatiegebouw... Dat... Al generaties lang wonen er zo'n 3 à 4.000 studenten. De Uilenstede campus, net in Amstelveen. In 1964 wordt de allereerste paal van de flats in de grond geslagen. En ook vandaag nog is het een groot fenomeen onder studenten. Hey, hallo. Welkom op 156. Kom in de gele flat wonen Thomas, Romee, Pieter en Evelijn met nog 10 andere huisgenoten op de 11e verdieping. Dat ik hier ben, ja, zo lang ben blijven wonen, is omdat ik dit wel echt als een soort van kleine familie zie. Maar een flinke tijd geleden was het Lex, die samen met zijn vrienden Herman en Pim ook op de campus woonde. Vanaf 1974 tot 1982. Deze kant. Ja. En deze was van jullie? Deze was van ons. Ja, het is gewoon nog open, zo te zien. En dus gaan we eens terug naar die allerbeginjaren. Op de grens van Amsterdam en Amstelveen is in enkele jaren tijds een complex flatgebouw verrezen, bestemd voor studenten van de Vrije en de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Daarbij is tevens gedacht aan allerlei centraal liggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een stalling voor fietsen en bromfietsen. Heeft u een leuke tijd gehad hier? Ik heb een geweldige tijd gehad. Amsterdam, mijn god, nou, dat was natuurlijk echt een gigantische overgang. In 1966 komen daar dan eindelijk de eerste officiële bewoners. In de laagbouw, daar helemaal achteraan, had je alleen dames, zoals dat toen heette. In elk blok komen alle appartementen uit op een smalle gang die de verbinding vormt naar de keuken. Onze mooie woonkamer waar we met 14 man wonen. En die is wel erg klein voor 14 mensen. De plek waar je moet koken is heel smal. En dat geeft wel veel rommel en troep en al die dingen. De keuken ziet er nog steeds hetzelfde uit, volgens mij. Helaas wel. Ja, we hebben geen gas meer. Veranderd. Slechter geworden. Dat is een beetje naar, maar... Hoe zou u het hier wonen omschrijven? Nou, eigenlijk idyllisch. Maar dat zeg ik nu, met die bomen die allemaal mooi in bloei staan. En de stilte en de rust. Toen was het natuurlijk voor mij heel anders. Ik ga niet zeggen dat het gated area was, maar het was echt wel gewoon een entiteit op zichzelf. Een eigen bubbel. Ik ben hier voor, ja, in de coronatijd komen wonen. En in die tijd was het natuurlijk heel erg stil overal, en, maar op Uilenstede niet. Dus daarin ontdekte ik dus ook wel meer eenheden en kreeg je best wel snel vrienden. Terwijl je dus net in Amstelveen eigenlijk kwam wonen. En dus ja, had ik dus wel echt aanspraak en heb ik me niet echt alleen gevoeld ook toen. We hebben hier elk jaar een technofeestje. Dat vind ik altijd wel een goed hoogtepunt van het jaar, want het is 3 keer georganiseerd volgens mij. Ongeveer tot 7 uur 's ochtends. In deze gang heeft iedereen zijn eigen voordeur. Dit is dan mijn kamer. Met hier links mijn badkamer. Dat is op zich best groot voor Amsterdamse begrippen. Een grote verandering ten opzichte van vroeger is de huurprijs. De studenten betalen voor hun kamer 110 gulden per maand. Een huur die zo laag kan zijn doordat de kamers gesubsidieerd worden. Hoeveel huur betaal je? Met huurtoeslag iets van 3,50. In kamers in de binnenstad in Amsterdam draait het er meestal op uit dat je 150 gulden betaalt voor een kamertje 6 hoog achter van 2 bij 3 meter. Als je bijvoorbeeld in het centrum wil wonen, ja, dan betaal je 800 euro voor 8 vierkante meter, zeg maar. Dus wat dat betreft heb je het hier wel iets chiller, zeg maar. Als ik nu een studio in het centrum Amsterdam zou kunnen krijgen, zou ik het niet doen. Ik ben gewoon in mijn dorp of zo. En dat is gewoon altijd een heel fijne, veilig gevoel, vind ik. Oh, naar beneden gooien van een lege flessenfeest. U heeft er behoorlijk lang gewoond. Ja. Betekent dat de studie niet gehaald, helaas? Nee. Nee, ik heb mijn studie niet gehaald. Maar ik ben wel heel sociaal vaardig geworden. Als we Lex vragen naar goede herinneringen, dan komt er, naast spelletjes spelen en studeren, meteen één specifiek gebouw in hem op. Achter het combinatiegebouw, dat bestaat helemaal niet meer. Maar daar zaten, dat was de opleiding verpleegkunde. En daar zaten de meisjes, waren 95% meisjes, zaten daar intern. En de bijnaam van die flat was Hunkerbunker. Maar er waren wel heel veel verhalen van jongens die uit de ramen vluchten. Want 's morgens om 7 uur of om 6 uur werd gecontroleerd. En dan die naar beneden vielen en benen braken. En... Omdat ze er overnacht hadden dus? Vermoedelijk. Maar dat weet u nooit? Nee, het is tenslotte een studiecampus. Rajonvergaderingen, dat was het. De 14 huisgenoten vonden laatst een oude map in een van hun woonkamerkasten. Ja, het is een Nestoren map.
Want elke eenheid heeft een nestor. Die beheert de huisrekening en is het aanspreekpunt naar de verhuurorganisatie. Elke etage had een etageoudste. Die gingen naar een vergadering in zo'n flatgebouw onderin. En de vertegenwoordiger van zo'n flatgebouw die ging dan naar de raad. Daar werd ik op een gegeven moment voorzitter van. Gewoon keiharde zwartboeken over wat er allemaal mis was. De schoonmaakster maakt gebrekkig schoon. De douches hebben slechte afvoer en de schoonmaakster gebruikt nog onze handdoeken. Er lopen te veel katten los op uilensteden. Wat een gezeur eigenlijk. Ja, ontzettend, hè? Vreselijk. De klachten die er toen waren, die lijken er nu nog te zijn zo ongeveer. Een nieuw keukenpitje in productieplaats zou heel fijn zijn. Je woont eigenlijk niet eens in Amsterdam. Nee. Het is hier niet het allerschoonste. Je woont met heel veel mensen samen. Waarom toch hier wonen? Het is dicht bij de VU. ja, ik heb zelf hiervoor in Nieuw-West gewoond. En dat is dan dus wel officieel Amsterdam, maar het voelt even ver. Maar uiteindelijk hebben toch alle voordelen wogen zwaarder dan het is net Amstelveen. Alles wat ik wil, is hier eigenlijk wel op dit moment. Wauw.